als landelijk gebied. In tegenstelling tot het stedelijk gebied. Ja. Dus zeg maar Eindhoven, Helmond en de dorpen daaromheen. Ja. En, dus, dat is één kant. De pilot bouwen binnen strakke kantoren. Daarnaast zitten we hier natuurlijk in de technische hotspot van Nederland. Ja. Ik vind dat de markt zeg maar steek heeft laten vallen in het verleden. Is bij het feit dat de markt te veel gedicteerd heeft wat ze ging bouwen. En te weinig heeft gekeken naar de woonconsument. Ja. Bij deze overhandig ik de krimpkompas. Ja. Dit moet jullie helpen om alle terreinen na te gaan wat bevolkingsdaling kan betekenen en hoe je daarop kan inspelen. Maar ik heb de indruk dat jullie daar al druk mee bezig zijn om dat naar je hand te zetten eigenlijk. Dat is goed. Ja. Dit is het interbestuurlijke actieplan bevolkingsdaling. Dit is de wat er vanuit het Rijk, vanuit de provincies en ook vanuit de VNG en dan richting gemeente aan aanbod is eigenlijk om gemeenten te ondersteunen, maar ook andere partijen om na te denken over de krim en daar voortaan mee aan de slag te gaan. Ja. Vooralsnog willen wij ons in Heesleende niet neerleggen bij het krimscenario. Wij zien nog meer dan voldoende kansen om gelijkblijvend niveau qua inwoneraantallen te blijven. Daarnaast moeten er in Brabant nog 100.000 woningen gebouwd worden de afgelopen 10 jaar. En daar willen wij graag ons graantje van meepikken.